goed open. Kreeg. Oh my. En er worden al initiatieven genomen voor de WEEF. Ik denk dat het helemaal past op Sjaak's verjaardag, hoor. Dus laat het vak hier vakken, maar weer even beginnen. En met Marathon, daar komt hij aan. Moet dat nou? Kijk uit, man, ik krijg al die zooi in mijn hoofd, man. Zes is hoor. Hele tribune, daar kom je aan. Als ze de manier wijzen. En we hebben het rondje gemaakt. Applaus. Met dat ding. Daar gooien ze zich gewoon naar beneden. Dat is hier ook. Ja, ja, ik heb liever niet dat ze dat naar beneden gooien. Ja, als ze gewoon zitten. Ja, daar geven ze zijn achter naar beneden. Ja, dit was toch wel een aardige actie van Snijder. En het doelpunt voor het team van Sjaak Zwart. Olympisch Stadion lijkt door Wesley Snijder. Lukt hem alleen niet echt. Helemaal gek van die Jette van de Sar. Die is nu nog steeds de beste keeper, waarschijnlijk. Het is niet echt een goede keeper in ieder geval, dus het zal weer wel zijn. En de 5-1 is een feit. Jullie applaus, Rafael van der Vaart. Sjaak gaat zelf wisselen en voor hem in de plaats zijn kleinzoon Justin Zwart. Thank you.
We krijgen een wissel bij de scheidsrechter. Dick Jong krijgt de rode kaart. Op 82-jarige leeftijd, Frans Derks! Maar hoe was het? Ja, ik denk dat het publiek een geweldige wedstrijd heeft gezien. Al die oude jongens die toch weer even wat hebben laten zien. Dus ik ben trots op allemaal en ook op het publiek. Geweldig dat ik jullie geweest zijn. Wij gaan naar de auto toe. Je kleinkinderen zitten erin. En ik ga aan de spelers die op het veld staan, overal liggen de ballen. Willen jullie de door Egon beschikbare ballen in het publiek gaan schieten? Ja, met al zijn kleinkinderen. Zo staan de auto staan op mij. Thuis. Die ene halen het al niet.